Hallo allemaal, ik ben Martijn en ik heb mijn haar niet gedaan vanochtend, zoals je misschien wel ziet. Daar kom ik nu achter, nu ik dit filmpje ga opnemen. Maar verder helemaal niet uit, want daar gaat het verder helemaal niet om. Ik ga heel even laten zien hoe ik te werk ga als ik bijvoorbeeld bij een bedrijf of instantie of wat dan ook een optreden verzorg. Dat doe ik namelijk heel graag. Vind ik eigenlijk altijd erg leuk, omdat ik een soort mini-inkijkje krijg in het bedrijfsleven waar ik verder totaal niet in zit. Ik zit hier op de website van de reclassering. Schrik niet. Daar hoef ik niet per se te zitten. Waar het niet dat ik een optreden ga doen voor de reclassering. Ik ga namelijk een maatwerk-roast voor ze maken. Eigenlijk van de nieuwe directeur. De nieuwe directeur van de reclassering Zuidwest-Nederland. Met andere woorden, Rotterdam en omstreken. En het leek de organisatie wel leuk om haar even een warm welkom te heten. Dus ze wordt een klein beetje aangepakt op haar verleden. En ik ben me daar nu op aan het voorbereiden. Ik heb al een gesprekje gehad met degene die het heeft aangevraagd. En ik ga daar, ik ga daar uitgebreid werk van maken. Ik ga die vrouw zwetend in ieder geval de eerste werkdag laten beginnen. En ik ga nu, denk ik, de laatste puntjes op de i zetten. En dan ga ik straks naar Delft, waar het evenementje plaatsvindt. En dan hoop ik dat ze het leuk vindt, dat ze niet meteen de ontslag indient. Want dan, dan lag dat toch echt aan mij. Maar meestal vinden mensen dat erg leuk. Als je geen zin hebt in de rooster, overigens ook niet erg. Ik doe heel veel verschillende dingen. Ik kan ook gewoon je evenementje afsluiten. Vind ik ook altijd heel erg leuk. Ik kan de hele dag aanwezig zijn en daar dingetjes opschrijven. En aan het eind van de dag een soort wrap-up doen. Vind ik ook heel erg leuk. Dus ja, kijk maar joh. Maar een rooster kan altijd. Zeker als iemand nieuw is of weggaat. Altijd leuk. Nou, ik ben ter plekke. Mijn haar ook inmiddels gedaan, zoals je ziet. Ik ben ietsje te laat, want ik had file. Dat ben ik normaal nooit. Dat wil ik ook even gezegd hebben. Maar ik ga snel naar binnen. In een partycentrum onder ons. En dan gaan we zien. Gaan we zien of ze het leuk gaan vinden. Spannend. Ik ga de lijst af op alfabetische volgorde. Daar gaan we. Nadia. En dat was de hele lijst al. Want met haar salaris kunnen de andere 13 medewerkers van prima hun werk blijven doen. En ik sta weer buiten. Ja, zo snel kan het gaan. Ik vond het heel erg leuk. Het ging hartstikke goed eigenlijk. Ze reageerden heel goed op. De mensen moesten erg lachen. Ik denk dat ze meteen heel erg binnen is bij die organisatie. Iedereen weet nu wie ze is. En weet ook wat haar zwakke plekken zijn. Dat is ook wel even goed. Dus ja, eindgoed, al goed. Iedereen blij. Ik ga nu lekker weer naar huis. Om weer een nieuw optreden voor te bereiden. Misschien wel een optreden bij jullie. Want mocht je nou ook denken, nou, lijkt me ook wel wat zo'n optreden. Neem dan even contact op met Humor Werkt. En wie weet zie je mij snel verschijnen op je borrel, op je bedrijfsfeest, op je congres. Het maakt mij niet zo heel veel uit. Ik kom overal naartoe. Heel erg bedankt voor het kijken.